إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خنفار درمت بيوغرافي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وزين نو أنخكم باي دي إميخراسي. Volgend onderwerp, dat is, het gaat over de eerste van onder de Sahaba die geëmigreerd zijn naar Medina op gezag van Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma. Trouwens, als je hoort, ibn betekent de zoon van. قال هاي زاي أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن. ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء رحم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء. الحديث هذا رواه الإمام البخاري في مناقب الأنصار، ورواه كذلك الإمام الطيالسي وأحمد في المسند. البراء بن عازب رضي الله عنهما سخت the first van de immigranten die naar ons zijn gekomen onder de volgelingen van de Rasool sallallahu alaihi wasallam, en volgelingen in de zin van hier die ook hem gezien hebben als gelovige en als moslim zijn gestorven, dat zijn dus al-ashab. Hij zei de eerste die van hen naar ons is gekomen, dat was Mus'ab ibn Umair. We hebben hem, Mus'ab ibn Umair, die zijn naam zijn we een aantal keer tegen gekomen. Mus'ab ibn Umair, we hebben Umm Maktoum. Abdullah ibn Umm Maktoum, hij was blind, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Umm Maktoum, hij is ook een van de eerste moslims. En vanwege gebeurtenissen is zelfs de Koran gedaald als reden. En dat was dat Rasool sallallahu alaihi wasallam, hij was bezig met een aantal vooraanstaande in Mekka, om ze uit te nodigen tot de islam. En toen kwam Abdullah ibn Umm Maktoum, was blind, dus hij zag dat niet. En hij vroeg Rasool sallallahu alaihi wasallam, hij zei tegen hem, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wilt u mij leren van datgene wat Allah ta'ala u geleerd heeft? Op dat moment vond Rasool sallallahu alaihi wasallam het niet leuk dat hij hem aansprak terwijl hij bezig was met
die vooraanstaande. En hij fronste. Heeft Rasool sallallahu alaihi wasallam berispt. Uiteraard, Rasool sallallahu alaihi wasallam heeft hier ijtihad gedaan. Tussen Abdullah ibn Maktoum antwoorden of doorgaan met uitnodigen van die vooraanstaande. En hij koos voor tweede, is een ijtihad. Maar Allah ta'ala heeft hem wel berispt. Zoals we weten uit surat Abasa. Wa tawalla en ja'ahu al-a'ma. Abasa wa tawalla, dat betekent dus hij fronste zijn gezicht. Fronste en hij wa tawalla betekent teruggaan. En ja'ahu al-a'ma, omdat een blinde man tot hem kwam. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فأما من استغنى فأنت له تصدى فأما من استغنى dat zijn de vooraanstaande. Dus deze man die komt vanzelf en hij wil leren en u wendt zich van hem af, terwijl anderen die niet willen leren, die hoogmoedig zijn en niet willen leren, ja, daar houdt u zich wel mee bezig. En dat zijn dus die vooraanstaande. Allah ta'ala heeft gezegd daarna, kalla. Met andere woorden, zo is het niet. Wel nee, kalla. Inna tadhkira. We zeggen waarlijk, deze Koran is een vermaning. Faman sha'a dhakara. Dus geen dwang. Geen niet opleggen. Overdragen. Verduidelijken. De boodschap overdragen en verduidelijken. Dat is de opdracht. Maar wie wil geloven, gelooft. Wie niet wil geloven, je bent niet verantwoordelijk voor hem. Duidelijk? Dus dat was deze man, Abdullah ibn Maktoum, radiyallahu ta'ala an. En hij was ook de oproeper van het gebed in Medina. Deze man, Abdullah ibn Maktoum, was ook de oproeper van het gebed in Medina. En we weten natuurlijk dat hij was blind. Hij was blind. En in die tijd waren er, als het gaat om Adhan al-Fajr, oproep van Fajr, twee Adhan. Om aan te geven dat de tijd van het Fajr nabij is. En dat werd gedaan door Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, aan de sahaba de ajma'i. En Abdullah ibn Maktoum, hij deed adhan voor het gebed van het Fajr. En omdat hij blind was, deed hij dat pas als ze tegen hem zeiden, aswahta. Aswahta, ja, dat wil zeggen, de fajr is aangebroken. Subh is aangebroken. Het geeft natuurlijk wel aan wat we altijd hebben gezegd, dat veel moskeeën tegenwoordig, in veel moskeeën, dat ze voor de tijd bidden. Ze bidden terwijl het nog donker is. Terwijl fajr begint bij, ja, bij de morgenschemering. Dan hebben we ook wel Fajr al-Sadiq. Dan zie je licht. Kijk, je hebt het Fajr al-Kadib. Dan zie je licht. Maar die is verticaal. Je ziet wel licht. En dan denk je dat het Fajr is. Maar dat is het nog niet. En dan zie je, het licht is dan verticaal. Terwijl het licht, of als het gaat, als het Fajr aangebroken is, dan zie je dat licht, dat is horizontaal. En de waarnemingen hebben ook in Europa duidelijk gemaakt dat maximaal tijd tussen een fajr, dus begin van een fajr, morgenschemering, en een shuruq, dat is de zon
opgang maximaal anderhalf uur. En toch, als je de meeste van die gebedslijsten aanschouwt, dan zie je bij de meeste moskeeën, vooral in de zomermaanden, als de dagen lang zijn, nacht kort, dan zie je een verschil soms van 2,5 uur. Dat is absoluut niet correct. En ze blijven vasthouden. Ze blijven vasthouden, terwijl het meest wat je kan zeggen is dat het twijfelachtig is. Terwijl als ze wel toch, ook al zijn het niet met je eens, maar dat ze toch wel kiezen voor zekerheid. En dat ze dan zeggen, nou ja, we kiezen voor zekerheid, want dat is zekerheid. We bidden toch niet eerder, dan hebben ze in ieder geval zekerheid. Maar toch, ze blijven staan. En fanatisme merk je bij deze mensen, dat ja, wat ze altijd plachten te doen, dat laat ze niet zomaar los. Ook al zijn de bewijzen duidelijk. Mag Allah ta'ala ons behoeden op dat soort gedrag. Amin. Het is ook bekend dat deze man Abdullah ibn Maktoum, radiyallahu ta'ala anhu, want als hij bij Rasool sallallahu alayhi wa sallam kwam, dan zei Rasool sallallahu alayhi wa sallam, welkom, diegene vanwege Allah ta'ala mij berispt heeft. En deze man kwam ook naar Rasool sallallahu alayhi wa sallam, omdat hij blind was. En hij woonde wat ver. En hij zei ook, ja, dat hij vooral voor de fajr en de avonden, dat het toch vanwege donker en zo. Hij vroeg Rasool sallallahu alayhi wa sallam of hij een excuus heeft om, zeg maar, thuis te bidden. Rasool sallallahu alayhi wa sallam gaf hem een aanvankelijk toestemming. En daarna riep hij hem, hij zei, hoort u al-adhan? Hij zei ja. En toen zei hij, dan moet u gehoor geven. Dus als u al-adhan hoort, moet u naar de moskee komen. En daarom is het zo, dat wie al-adhan hoort, die moet naar de moskee gaan. Behalve als hij een ouder shari, zoals we dat noemen, geldige reden heeft om niet te gaan, bijvoorbeeld dat als hij ziek is. Of als hij ergens iets moet bewaken. Dat kan ook. Hij zei, deze twee mensen, dus Mus'ab ibn Umair en Abdullah ibn Umm Maktoum, zij onderwezen ons al-Qur'an. Daarna, zei hij, kwam Ammar. Ammar ibn Yasir, radiyallahu ta'ala, anhu. Waar de Sahaba de Ajma'in. Zijn vader heet Yasir. Hij is als een martelaar gestorven. En zijn moeder, Sumayya, zij is ook als een martelaar gestorven. Sterker nog, zij is de eerste martelaar van deze umma. En zij werd gewoon koelbloedig vermoord door Abu Jahl. Door een van de grootste vijanden van Allah ta'ala, Abu Jahl. Om niets anders, behalve dat ze zeiden, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puur alleen maar omdat ze de ware religie hadden aanvaard en moslims waren geworden. En Bilal, de Ethiopiër, de Abyssinier, radiyallahu anhu wa ardah, zijn verhaal is bekend, we zullen hem inshallah ta'ala tegenkomen. Hij was de oproeper van het gebed in Medina voor Rasool, sallallahu alayhi wa sallam. En over hem heeft de Rasool sallam gezegd, want hij zei van, ik hoorde voetstappen in het paradijs. Wat doe je? Toen zei hij, ja Rasulullah, ik doe niets. Behalve dan, iedere keer als ik woorden verricht, dan verricht ik twee raka's. Dan bid ik twee raka's. En nadat Rasool, sallallahu alayhi wa sallam, was gestorven, kon Bilal
geen adhaan meer doen. Hij kon dat niet opbrengen om adhaan te doen. Heeft ook niet gedaan. Totdat de Sham werd geopend en Jeruzalem. En de Amir Mu'minin Umar radiallahu ta'ala anhu de sleutels van Masjid al-Aqsa kreeg. En toen vroeg hij Bilal, hij gaf hem de opdracht om adhaan te doen. En Bilal kon niet weigeren. Vanwege het feit dat Umar radiallahu anhu op dat moment Amir Mu'minin was. En Bilal deed dat. En hij herinnerde ze, door zijn adhaan werden zij herinnerd. En de tijd van de Rasool, sallallahu alaihi wasallam, en ze huilden allemaal. Radiallahu ta'ala an. Bilal, radiallahu an, hij was een keer. Hij kwam een keer bij Umar, radiallahu an. En Umar zei tegen hem, ga zitten. En een van de aanwezigen zei, ja, Amir al-Mu'minin, u laat een slaaf zitten. En toen zei Umar, ja, hala. Hij zei, dat is ons meester, Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, waardah. En ooit had hij iets met Abu Dharr, al-Ghifari, en toen zei Abu Dharr, Jabna Sauda, wat betekent zoiets als? Ja, zwart, donker, ja, eigenlijk letterlijk de zoon van en iemand die donker is. Rasulullah sallam was woedend. Hij was woedend. En hij was woedend op Bidar. Hij noemde het Jahiliya. Ja, dat was iets van ja, praktijken van het Jahiliya. Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, ardah, een berg, een Umar ibn Khattab, daarna kwam Umar ibn Khattab, zei hij, met nog 20 anderen. En daarna kwam Rasool, sallallahu alayhi wa sallam. Uiteraard, Umar ibn Khattab, we zullen hem tegenkomen. Ik denk dat iedereen van jullie weet wel wie Umar ibn Khattab is, radiyallahu ta'ala anhu, al-Faruq, de onderscheider. Ja, de onderscheider, dat is een van zijn bijnamen. En Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, dat is natuurlijk, hij behoort tot Ansar. Hij zei toen Rasool sallallahu alaihi wasallam kwam, فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ. Hij zegt, ik heb Ahl al-Madina, dat zijn natuurlijk nu ook de eerste de immigranten, maar vooral in Ansar. Ik heb ze nog nooit zo blij met iets gezien, zegt hij, dan met de komst van Rasool sallallahu alaihi wasallam. Zelfs kleinkinderen zeiden, dat is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hij is gekomen, of hij is aangekomen. En het volgende verhaal gaat over Abu Salama. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. En zijn familie. Wat er met hen is gebeurd. Ibn Ishaq zegt, haddathani Abi Ishaq ibn Yasar. Ibn Ishaq zegt hier, mijn vader Ishaq ibn Yasar heeft mij verteld. Waarom is het hier belangrijk om te zeggen, om dat te noemen? Ibn Ishaq zegt hier, qaal haddathani Abi. Waarom is dat belangrijk? Dat hij Adam weet van wie hij deze hadith heeft gekregen. Van zijn sheikh. Ja, maar waarom is dat belangrijk hier? Dat hij direct heeft gehoord. En niet van soms zegt hij ook keer aan die. Mohammed ibn Ishaq, wat is dat voor iemand? Modellis. Modellis. Hij is tikken, maar modellis. Dus als hij zegt aan, dan wordt zijn hadith niet zomaar aanvaard. Maar als hij zegt haddathani, of akhbarani, enzovoort, of sami'tu, dan is het authentiek.
Duidelijk? En hier zegt hij dat. Dus hij heeft gewoon gehoord van zijn vader. An Salama ibn Abdullah ibn Umar ibn Abi Salama. An jaddatihi. En hij zegt hier, Mishaq zegt hij. Mijn vader heeft mij verteld dat Salama, de zoon van Abdullah ibn Umar, heeft mij verteld, de zoon van Abi Salama, dat zijn oma, en zijn oma, dat is de vrouw van Rasool sallallahu alaihi wasallam, Salama. Zij was eerst getrouwd met Abi Salama. En hij stierf. En daarna trouwde ze met Rasool sallallahu alaihi wasallam. Het is wel mooi om weer te vermelden dat toen Abu Salama stierf, toen zei Salama radiallahu ta'ala anha, Allahumma ajirni fi musibati, wa khuluf li khairan minha. Dat is het dua die je zegt als je een dierbaar iemand verliest. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Wat betekent voor het laatste gedeelte, geloof li khairan minha, en geef mij iets beter daarvoor in de plaats. Ja, dus onheil, en dan vraag je Allah ta'ala om je standvastigheid te geven enzovoort, enzovoort. Die onheil. En je vraagt Allah ta'ala om je iets beters te geven. Zij herhaalde deze dua, maar ze vroeg zich wel af van, zeker, ze was zeker van deze dua, maar ze vroeg zich wel af van, maar wie is beter dan Abi Salama? Want Abu Salama was echt een van de beste sahabi, radiyallahu ta'ala anhu. En we weten natuurlijk dat nadat haar idda voorbij was, en toen kwam een rasool, sallallahu alaihi wasallam, en hij trouwde haar. Ongetwijfeld, Abu Salama is heel goed. En een van de beste sahaba. Maar Rasool sallallahu alaihi wasallam is nog beter. Kijk, de imaan van deze mensen. Die wij eigenlijk tegenwoordig, de mist van ons, missen gewoon deze imaan. Ze waren zeker van wat ze overgeleverd kregen van een Rasool. Sallallahu alaihi wasallam. Er is geen enkel twijfel. Dus Salama, dat is de oma van sallallahu alaihi wasallam. Dat verhaal, dat komende verhaal, komt van haar af. Ze zegt: "Lamma ajma' Abu Salama al-khuruj ila al-Madina, rahala li ba'ira, thumma hamalani 'alay." Ze zegt toen Abu Salama naar de Medina wilde migreren, dus hij besloten om naar Medina te emigreren. Hij zei, hij maakte voor mij zijn kameel klaar en hij droeg mij op hem. En mijn zoon, وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجر. يعني أن هي لخد زين زون انهار زون natuurlijk سلمة انهار يشخوت. هاي زاي 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 ثم خرج بي يقود ببعيره. ان دارنا زاي زاي خينوا بي بخ ان هاي تروك زين كامير. فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد عمر بن مخزوم قاموا إليه. تون مانا فان بني المغيرة أن بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم دات سين دوش دي فاميلي ستان فان سلمة سي إس فان هم. تون سي دات ساقة ستون زو أوب خلين هم أن زي تيغ هم أوكي دات شاي غات بريما. We kunnen jou niet tegenhouden. Maar jouw partner, wij laten haar niet gaan met jou. We laten haar echt niet gaan.
En ze pakte die, hoe heet dat, de touw waarmee hij zijn kameel trok. En ze pakte haar. Ze pakte gewoon om Salama, radiyallahu ta'ala, en haar van hem af. De stam van Abu Salama, en dat zijn Banu Abd al-Asad en Rahat Abi Salama, zijn dus Banu Abd al-Asad, zij werden boos toen op Bani Mughira. Ze werden boos op hem. En wat deden ze? Ze zeiden, oké, jullie willen, zeg maar, haar hebben, maar ons kind laten we niet aan jullie. En ze pakte gewoon dat kind, de een pakt zo, hè, dus de familie van Om Salama wilde het kind hebben, maar de familie van Abu Salama wilde dat niet toelaten. Het was zo dat ze zelfs, zegt zij, zijn hand hadden afgepakt of afgehakt. Uiteindelijk, de familie van Abu Salama namen hem mee. En Banu al-Mughira, dat zijn de familie van Om Salama, die hielden haar gewoon vast. En Abu Salama ging, radiyallahu ta'ala anhu, naar Medina. Zij hebben toen, ze zegt zelf, فَفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجِي وَبَيْنَ ابْنِي. Dus فَفُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجِي وَبَيْنَ ابْنِي. Zo hebben ze haar gescheiden van haar man en haar kind. Ze zegt, ik ging ieder dag ging ik daar een plaats, en het is ruimte, een abtah heet dat, en ze huilde gewoon ieder dag, tot, zegt ze, dat deed ze tot het bijna avond is. En dat deed ze bijna een jaar lang. Ieder dag huilde ze. Totdat, zegt ze, een man langs mij kwam. En hij behoorde tot een van haar neven. En van haar stam. Hij zag haar. En hij was barmhartig voor haar. Toen zei hij tegen de stam Bani al-Mughira, hij zei, laat jullie deze miskine niet gaan. En toen hadden ze medelijden met haar. Want hij zei, jullie hebben haar gescheiden van haar man en haar kind. En toen zeiden ze, ga naar jouw man. En Banu Abd al-Asad, dus de familie van Abu Salama, gaf haar toen het kind terug. Dat is Salama, radiyallahu anhu. Ze gaven hem en haar terug. Toen heeft ze haar kameel klaargemaakt. En ze pakte haar kind, steeg op het kameel en ze legde haar kind op haar schoot. En ze ging naar Medina, van Mekka naar Medina, op een kameel, bijna 450 kilometer of meer, in die tijd lang onderweg, nachten ook, heel gevaarlijke rit, uiteraard, want ja, het was ook niet veilig, maar ze ging op zoek naar haar man in Medina. En niemand was met haar. Alleen. Totdat ze bij het Tan'im. Een plaats. Het Tan'im is bekend. Daar is een moskee. Masjid Aisha. En vrouwen die hun umrah niet kunnen maken. Als ze op hajj zijn vanwege menstruatie, die kunnen na al hajj die umra van daaruit alsnog maken. Dat heet het Tan'im.
is ongeveer, dat is nu trouwens Mekka. Tanaim is nu allemaal, Mekka is natuurlijk wel groot en groot en groot. Vroeger was ongeveer 7 kilometer van Mekka, Tanaim. Maar dat is nu, gewoon, behoort nu tot Mekka, zover ik weet. Toen ze daar aankwam bij Tanaim, ontmoetten ze Uthman ibn Talha, ibn Abi Talha. En dat is de broer van Bani Abdiddar. Hij zei tegen haar, de dochter van Abi Umayyah, waar gaat u naartoe? En toen zei zij, ik ga naar mijn man in Medina. Hij zei, en er is niemand met u? Ze zei nee. Niemand. Behalve Allah en mijn zoon. Deze. Hij zei van, wallahi, ik ga u niet alleen laten. En hij pakte de touw waarmee je kameel trekt. En hij trok de kameel. Ze zegt, radiyallahu ta'ala anha, van wallahi, ma sahibtu rajulun min al-arabi qat ara annahu kana akrama minhu. Zegt, ik heb nooit een man van de Arabieren gezien die zo edel was als hem. Hij zei, als we aankomen daar waar we dan gaan uitrusten, dan gaat hij weg. Dan gaat hij gewoon weg. En dan gaat ze uit de kameel. En vervolgens nam hij de kameel dan als ze al uit de kameel is. En hij bond hem vast in een boom. En vervolgens, zei ze, gaat hij naar een boom, een andere boom. En dan gaat hij slapen. En als de tijd aangekomen is om weer verder te gaan, dan stond hij op. En hij pakte mijn kameel, zegt ze. En hij maakt hem weer klaar. En daarna gaat hij weg. En hij laat haar dus in de gelegenheid om op die kameel te stijgen. Hij zei tegen haar van, stijg erop. En als zij dan erop was gestegen, dan kwam hij en hij pakte die kameel weer en hij ging verder. En zo heeft hij de hele rit gedaan totdat hij haar bracht naar Medina. En toen hij het dorp Bani Amr ibn Auf bij Quba, ik denk dat mensen onder jullie die bedevaart hebben gedaan of Umra, ze weten nu waar Quba is, Masjid Quba. Dat was natuurlijk gewoon een wijk. En dat is een wijk van Bani Amr ibn Auf. Toen hij dat dorp zag, toen zei hij tegen haar, uw man is in dat dorp. Abu Salama, rahmukallah, en ze zegt, en Abu Salama, hij was daar. Hij zei, ga binnen, ala barakatillah. En vervolgens keerde hij terug naar Mekka. Ze zei, wallahi ma alamu ahla bayti fil islam asabahuma asaba ala abi salama wa ma ra'aytu sahiban qat kana akrama min uthman ibn talha. Ze zegt, ik ken geen familie in de islam die zo'n onheil heeft getroffen als de familie van abi salama. Uiteraard, hij werd gescheiden van zijn vrouw en zijn kind. En zij is gewoon toen bijna een jaar vastgehouden. En ze zegt ook, en ik heb nog nooit iemand gezien die meer edel was of edeler was dan Uthman ibn Talha. Volgend onderwerp van Iyash ibn Abi Rabi'a wa Hisham ibn al-Aas en hun terugkeer.
En deze overlevering, dat is op gezag van Omar, radiyallahu ta'ala, anhu arda, Omar al-Khattab. Hij zegt, wij kwamen bijeen om, om te emigreren. Ik, zegt hij, Ayash bin Abi Rabi'a en Hisham bin al-Aas. En we spraken af dat wij bij een plaats wat Al-Mayda heet. Mayda bin Rifa'a. Daar zouden ze elkaar ontmoeten. En toen zeiden ze, we spraken af, degene die daar niet aankomt in de ochtend, die, daar zullen we niet op wachten. Dus de afspraak was in de ochtend daar zijn. En als je daar niet bent in de ochtend, de rest gaat weg. Hisham bin al-Aas was er niet. En dus ging Omar radiallahu ta'ala anhu samen met Ayash bin Abi Rabi'a. En ze kwamen in Medina aan. En ze gingen bij de stam, wat we ook net hebben genoemd, Bani Amr bin Auf. Hij zei, toen kwam Abu Jahl, Abu Jahl bin Hisham, Al-Harith bin Hisham, ze kwamen naar Ayash bin Abi Rabi'a. Hij was een neef van hen. Hij was een neef van hen. En hij was ook nog hun broer vanwege hun moeder. Hij zei, ze kwamen naar Medina en ze spraken hem. En ze zeiden tegen hem, je moeder die heeft eed afgelegd dat ze haar haar niet zal kammen totdat ze jou ziet. En hij had medelijden met haar. Toen zei Omar radiallahu ta'ala aan, ik zei tegen hem, Ayash, wallahi, dus ik zweer bij Allah, zij willen jou gewoon misleiden. En ze willen dat jij je dien verlaat. Hij zei, ik zei ook tegen hem, ik zweer bij Allah, als je moeder last heeft van luizen, dan gaat ze wel haar haar kammen. En ook als ze last heeft van jeuk, dan gaat ze haar haar kammen. Hij zei ook nog van, ja, ik heb daar het en dat wil ik pakken. Toen zei Omar, ik zweer bij Allah, je weet, zegt hij, dat ik, als het gaat om Quraysh, dat ik degene met minst geld, want Omar was rijk. Hij was nog eigenlijk 27 jaar toen da'wa begon. Hij was wel al een van de rijkste. Hij was een tajir, een handelaar. Hij was al een van de rijkste. Hij zei tegen hem, ik krijg de helft van mijn geld, maar ga niet met hem. Ik geef je de helft van mijn geld. We gaan niet met hem. Maar hij ging toch. Toen zei Omar radiallahu ta'ala aan, oké, als je toch gaat, neem dan mijn kameel. Want zij is gidwee. En hij zei, blijf op haar. Ga niet van haar af, blijf op haar rug. Als stel dat wat zou gebeuren, dan vlucht hij weg. Maar, zij zei, toen ging hij met hem. En toen ze onderweg waren, toen zei Abu Jahl, Hisham, hij zei, wallahi, laqad istabta'ta ba'iri hada. Laqad istabta'ta ba'iri hada. Hij zei, ja, mijn kameel, hier is niet snel. Hij zei, wil je niet met jou laten dragen op jouw kameel? Dat heeft hij toen gedaan. En toen hij eenmaal op de grond was, toen hebben ze
hem gewoon vastgebonden. Dus dat was gewoon een list. Ze hadden gewoon een plan. Ze hadden hem toen vastgebonden. En ze brachten hem in Mekka. En ze zetten hem onder druk. En hij gaf toe. Omar radiallahu ta'ala anhu zei. En wij zeiden. Wallahi la yaqbalullahu mimman iftutina sirfan wala adla. Dat wil zeggen. Van degene die dan ja, in zijn dien dat meemaakt. Nadat hij dus immigratie heeft gedaan. En vervolgens weer terugkeert en zo. Van zo iemand zal Allah ta'ala niets aanvaarden. Wala yaqbalu tawba. Qawmun arafullah. En Allah ta'ala zal de tawba van mensen die dan, nou, die dan afvallen. Nadat ze Allah hebben gekend. Niet aanvaarden. Die zeg maar terugkeren in de koffer. Die ze mee hebben gemaakt. En we zeiden dat. Totdat ar-Rasool sallallahu alaihi wasallam naar Medina kwam. En toen heeft Allah ta'ala de volgende woorden geopenbaard. Hij zegt in hen en ook in wat we zeiden. Ya ibadi, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafuru rahim. Ila qawlihi wa antum la tash'urun. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وبتيكت zegt tegen mijn dienaren die buitensporig zijn geweest in het zondige لا تقنطوا من رحمة الله wees niet wanhopig in de barmhartigheid van Allah تعالى waarlijk Allah vergeeft alle zonden hij is الغفور الرحيم الغفور betekent degene die vergeeft die veel vergeeft الرحيم betekent degene die barmhartig is en zijn dus barmhartigheid omvattend is. Qala Omar zei fakatabtuha, ik schreef deze verse op in een blad en ik stuurde die naar Hisham ibn al-Aas. Hisham, dat was de man die met hem zou immigreren, maar die er niet was. En toen zei Hisham, ik bleef die verse reciteren, totdat ik het goed had begrepen. Hij zei, en toen had ik het gevoel dat deze verse vanwege ons zijn geopenbaard. En vanwege wat we zeiden. En daarna zei hij, maakte hij een kameel klaar. En hij vertrok naar Medina. Bij Rasool, om bij Rasool sallallahu alaihi wasallam te zijn. En zo komen we nu aan de immigratie van ar-Rasool sallallahu alaihi wasallam naar Medina. Eerst is de toestemming voor ar-Rasool sallallahu alaihi wasallam om hijra te verrichten. Allah ta'ala gaf hem toestemming om hijra te verrichten. Het wordt verhaald over Abbas radiallahu ta'ala anhuma zegt Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bij Mekka fa'umira bil hijra wa unzila alayh wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa aj'alni min ladunka sultanan nasira. Hij zei Rasul sallallahu alaihi wasallam was in Mekka en toen kreeg hij de opdracht om te emigreren en aan hem werd het volgende vers geopenbaard waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin enzovoorts de ayah.
Dus hiermee was ook toestemming gegeven aan Rasool sallam om te emigreren. We zien wel dat alles wat de Rasool sallallahu alaihi wasallam deed, dat deed hij op basis van de openbaring. Al die stappen in da'wa, dat deed hij op basis van de openbaring. En dat is ook de manhaj waar we het steeds over hebben. De manhaj die wij moeten aanhouden. De manhaj die wij moeten volgen. Ook als het gaat om da'wa. En als het gaat om alle andere zaken. Dat we vasthouden aan de manier waarop de Rasool sallallahu alaihi wasallam heeft gehandeld. En in, met name in deze manhaj verschillen tegenwoordig groeperingen. Groeperingen die, als het ware, over het algemeen wel aqidat zelf aanhangen. Over het algemeen. Maar als je de zaak gaat specificeren, dan zie je dat ze afwijkend zijn, ook in aqida. Maar uiteraard, groeperingen zoals Sororiyun, dat soort groeperingen, en veel hizbis tegenwoordig die zich ook salafis noemen en noem maar op, zijn het wel met ons eens dat Allah Ta'ala boven is. En dat hij eigenschappen heeft, werkelijk eigenschappen. Ze zijn het allemaal met ons eens. Het gaat om bestrijden van bid'ah in ibadat. En dan denk je op het eerste gezicht, ja, het zijn toch gewoon mensen die men zelf volgen. Ja, inderdaad lijkt het alleen maar. Maar als het gaat met specifieke zaken, en dan gaan we over van hoe gaan we met de overheid, hoe gaan we met een leider die niet rechtvaardig is. Ja, hoe gaan we met wat zij noemen fiqh al-waqi'a, de wereldpolitiek. Hoe gaan we om met figuren die afwijken. Figuren waarvan ze houden, maar die afwijken. En die nieuwe regels hebben ontwikkeld. Om hun, als het ware, hun dwaling te verduisteren. Zoals qawa'id die zij dan noemen. Fiqh al-muwazanat. Al-adl wa al-insaf. Enzovoort, zulke flauwekul. Ida hakamta hukimt, wa ida da'auta ozirt, en dat soort zaken die zelf salih niet hebben gekend. En voor velen is het niet duidelijk. En daarom zeggen ook vele jongeren die nog steeds met deze mensen zijn, ja, maar als we naar jullie komen, bijvoorbeeld van God Abzumu'a of Doros en zo, zien we geen verschil. Of weinig verschil. En uiteraard, nogmaals, zoals ik zei, bij algemene zaken zijn deze mensen wel, als het gaat om aqida, Allah Ta'ala is op zijn troon, Allah Ta'ala heeft handen, Allah Ta'ala heeft ogen, heeft gezicht, en zo hoort, zijn het allemaal met ons eens. En ook als het gaat om, nogmaals, bestrijden van bida, ibadat, zijn het ook allemaal, misschien zijn ze nog feller. Maar waar is dan het probleem? Dan, ja, het probleem is nogmaals, als het gaat om zeer specifieke zaken. Zoals, hoe gaan we om met een overheid die niet rechtvaardig is? Hoe gaan we om met een leider die niet regeert volgens de wet van Allah Ta'ala? Hoe gaan we ermee om? En hoe gaan we om met figuren die zij tot grote du'aat en geleerden hebben gepromoveerd, maar die eigenlijk gewoon afgedwaald zijn en dwaallichten zijn. En met name over dat soort zaken zijn er, ja, verschillen van mening of verschillen in manhaj, in methode en ook in aqida tussen aqida en manhaj en sunnah al jama'a en de aqida en de manhaj van deze groeperingen. Speciaal alert voor. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.